Hoi, ik ben Charlotte en jullie kennen mij misschien wel van Charlie's Kitchen. En vandaag ga ik jullie de Foodiebox Pasen laten zien. Een box met prachtige producten die ervoor gaat zorgen dat jullie een heerlijke, maar vooral lekkere Pasen hebben. Charlotte, wat ga jij maken met Pasen? We gaan een heerlijke vegetarische pasta maken en dat doen we met deze nieuwe saus van Grand Italia. Deze pasta specialiteit van Grand Italia wordt in Italië gemaakt van 100% harde tarwegries, ook wel grano duro genoemd. Kijk eens, met de pasta van Grand Italia een heerlijke vegetarische saus met de basis van tomaten. In de Foodiebox Pasen vind je ook een vezelrijk tussendoortje of ontbijt. In de box vind je namelijk de bio roggevolkoren crackers van Baza. Ik heb er hier al eentje liggen lekker met makreelsalade en augurkjes. En we gaan er ook eentje maken met kip en tomaatjes. Drie heerlijke Baza bio roggevolkoren crackers met gezond beleg. Lekker als tussendoortje of als ontbijt. Ik was ontzettend verrast door de volle milde smaak van deze overheerlijke yoghurt. En ik dacht, daar moet ik een lekker toetje mee gaan maken. Ik heb pure chocola, vanillepoeder, 2 espresso, ijs, 2 leuke glazen waar je het in kan doen. Dat het oog wil natuurlijk ook wat. En een beetje kokosmelk. Kijk eens wat een feestje. Eet smakelijk. Met Pasen willen we natuurlijk ook lekker ontbijten. En dat gaan we op een hele speciale manier doen, namelijk met deze Tilda rijst. Deze rijst is binnen 2 minuten klaar. Hij is warm genoeg, dus we halen hem van het vuur af. Ik vind het altijd wel lekker als het echt zo'n lekker ouderwets rijstepapje is. Binnen 5 minuten een tropisch ontbijtje op tafel. Super lekker. We hebben hier de 100% natuurlijke Celestial Seasoning Thee. Ik ga vandaag met de chai smaak van de Indian Spice een heerlijk toetje maken voor na de paasdiner. En het is helemaal niet zo moeilijk. Ik heb warme opgeklopte melk gebruikt. Ik heb honing, ik heb kaneel en ik heb ook nog de stokjes kaneel. Lekker warm op de bank. Genieten van het toetje. Ik ben gek op kaas en daar was ik extra blij dat er in deze box een echte truffelkaas zit van delekkerstekaas.nl voor bij de borrel. Maar je kan hem ook voor heel veel andere gerechten gebruiken, voor de kaasfondue of lekker over de pasta natuurlijk. En dat gaan we gezellig op het borrelplankje leggen. Als dat er niet gezellig uitziet, weet ik het ook niet meer. Ook hebben we in de Foodiebox een mooie verse makreel van het Nederlands Visbureau. Een hele duurzame vis en ook nog eens hartstikke gezond, want er zitten heel veel vetzuren in. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken in een pasta, maar ik ga vandaag voor jullie een heerlijke salade maken. Charlotte, wat vind jij lekker aan heksenkaas? De heksenkaas is echt een super lekkere smeerdip, die dus echt fris soep van smaak is met peterselie en met knoflook. En die kan je gebruiken voor pasta, door salades, op toastjes. Maar vandaag ga ik voor jullie heerlijke wraps maken, die je kan gebruiken voor de paaslunch. Deze volle melk is afkomstig van de Jersey koeien en die bevat maar liefst 20% meer proteïne. En ik ga nu een heerlijke chai tea daarmee maken voor jullie. En je sluit af met een kaneelstokje, want we willen natuurlijk ook dat het er leuk uitziet. Het is tijd om te borrelen en dat doen we met onder andere de heksenboter. Echt super lekker. Ik ben gek op deze roomboter met een vleugje roomkaas. Wijntje, vers warm brood met heksenboter. Kan niet beter. Wat vind je van de Foodiebox Pasen? Ik vind de Foodiebox te gek omdat er allemaal producten in zitten met hun eigen verhalen. Daar hou ik van. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden, dus laat het ons vooral weten.